hebben natuurlijk we zitten op een punt te praten dat u deze baan 10 jaar heeft. Dat u iets heeft, denk ik, bewerkstelligd wat niemand zag aankomen. Hè, zeker als u schetst dat politiek in de beide orkesten misschien ook wel het publiek niet verwachtte dat er zo'n prachtige zwaan uit zou ontwikkelen. 10 jaar geleden brengt ons vandaag. Laat ons eens heel even naar over 10 jaar kijken, dat ik me dan zo voorstel. Want dan bent u waarschijnlijk niet meer bij het orkest. Dan zal u, naar ik aanneem, de pensioengerechtigde leeftijd wel een keer bereikt hebben. Dan zit u waarschijnlijk op een prachtige berg in Oostenrijk. En stelt u zich voor dat u nog eens een weekendje terugkomt naar Eindhoven of naar Maastricht. Welk orkest hoopt u dan aan te treffen? Tja, ik hoop aan te treffen een orkest wat leeft, wat boeiend is en wat mij verrast in wat ze doen. Ik hoop dat ze dingen doen die ik nooit had zien aankomen, maar die wel passen bij de omgeving van ons speelgebied hier in het zuiden, bij de mensen die hier wonen, en dat ze dat met plezier en ambitie doen. Mm-hmm. Verheugt u zich eigenlijk op dat moment dat het orkest niet meer van u is en dat u kunt komen kijken en kijken hoe er is verder gebouwd op de fundamenten van uw filosofie? Nou, dat is een hele goede vraag en dat is een ambivalent antwoord. Ja. Want aan de ene kant, ik zit nu, 35 jaar in de muziek als organisator, aan het begin als maker, in de ensemble, orkestwereld, festivalwereld. En ik denk, dat is op een gegeven moment is het goed geweest. Ja. Ja, dus dat gevoel heb ik. Ik zie ook steeds meer dat mensen die veel jonger zijn dan ik, andere ideeën hebben, andere insteken hebben. Mm-hmm. Alhoewel ik nu in de situatie ben dat ik hun die ruimte kan geven, ja, om dat te ontwikkelen en hun ding te doen, denk ik komt er een moment waar ik ook moet zeggen, nu is het juist het moment om afstand te nemen, ja, en hun het over te laten nemen. En deze mensen de kans te geven nu zelf in de driver's seat te zitten. Ja, dus we kunnen niet van die mensen eisen dat ze per se voortbouwen op die fundamenten of alle keuzes maken zoals u die zou doen. Of het speelveld zo uitzetten zoals u dat zou doen, die krijtlijnen. Waar u wel natuurlijk grip op heeft, zijn, laten we zeggen, de komende paar jaar en de krijtlijnen die u dan gaat uitzetten. Wat zouden nou directe ambities zijn voor het komend jaar, de komende 2 jaar, de komende 3 jaar? Wat zou u nog willen met het orkest? Ik hoop dat we de komende 3 jaar, 4 jaar, de weg die we nu zijn ingeslagen nog verder kunnen uitbouwen. Dat we ook bij de beperkte middelen die we gewoon hebben, nog beter kunnen worden om dat te doen. Ik hoop dat we ook meer publiek kunnen trekken om onze activiteiten waar te nemen. We steken toch in de komende jaren ook op programma's om duidelijker in beeld te krijgen wie is ons publiek. Wie kan ons publiek zijn en ook ons aanbod toe te passen op de verwachtingen en de behoeftes van dat publiek. Mm-hmm. Een publieksambitie. Dat is vergelijkbaar met toneelgroep Maastricht, zoals ik het waarneem, af te stappen van we spelen Macbeth van Shakespeare. Mm-hmm. Dat blijft onderdeel van onze programmering, maar we zoeken toch ook onderwerpen die uit deze regio komen, mm-hmm, waar we theater van maken, waar we de juiste partners bij zoeken om iets aan te bieden wat mensen als theater inspireert, maar nieuw is en toch terugvalt op dat wat theater uitmaakt. Mm. Ja, dat is wat ik ook ambieer. Ik zou dolgraag onze digitale output willen vergroten. Ik ben al bezig met een project wat we samen met de universiteit en conservatorium gaan ontwikkelen hier in Maastricht. Tipje van de sluier? Kan ik nog niet zoveel. Het gaat over korte clips.
die we willen produceren, waar muziek een belangrijke rol in speelt, maar die eigenlijk een boeiende verbeelding is van maatschappelijk relevante zaken die met het mens zijn te maken hebben. Oh, mooi. Ja, en dat is een hele abstracte beschrijving. Maar als je bijvoorbeeld neemt de migratie, het thema migratie. Ja. Hoeveel mensen zijn niet gedwongen om te vertrekken waar ze vandaan komen, om welke reden dan ook. En als je gedwongen bent te vertrekken, dan krijg je ongetwijfeld op een gegeven moment met heimwee te maken. Mm-hmm. Dus het verlangen naar hoe het was, de situatie, het klimaat, de omstandigheden, alles wat de plek waar je vandaan komt uitmaakte. En er is een fantastisch werk uit de klassieke muziek. Dat is Dvořák's 9e symfonie, langzame gedeelte, English horn solo. Iedereen kent dat. Waar Dvořák in New York zat. Dat werk componeerde. En dat langzame gedeelte wordt vaak gezien als een in muziek vatten van de immensiteit van het Amerikaanse landschap. De prairie enzovoort. Maar wat werkelijk gebeurde was dat Dvořák zeenzocht had, verlangen had naar Bohemia, zijn heimaat. En dat heeft hij in muziek gezet. En als je die twee dingen samenbrengt, het onderwerp migratie, heimwee met een stuk muziek. En dat in 2 minuten in een clip maximaal zet. En wij 20 van deze clips produceren per jaar over maatschappelijk relevante dingen samen met partners, dan doen we iets wat niemand anders doet en wat de relevantie van muziek voelbaar en tastbaar maakt. En bedenkt u dit, zo'n project, bedenkt u dat zelf? De nucleus komt van mij. Dit idee is mijn idee. Ja. En ik heb het nu uitgezet in samenwerkingspartner bij conservatorium en universiteit. Om te zeggen, is het niet een idee dat te doen? Zullen we dat niet samen met studenten verder uitwerken en een masterplan maken? En dat leggen we dan voor aan instanties om te zeggen, bent u bereid om daar verder aan mee te werken, financiën beschikbaar te stellen? Dat is volgens wat mij ik zei doe. U 2,5 minuut geleden dat u er nog niks over kan vertellen. Nee, maar helemaal, nu heb ik het wel. Maar ja, het is nu wel in de wereld. Ja. Ik vind het een fantastisch plan. Nog wat ik me gewoon even een zijvraagje. U beschreef daar straks, en dat vond ik eigenlijk bijzonder ontroerend. De scène in het ziekenhuis. Wat is eigenlijk muziek die u zelf tot in het diepst van uw vezel ontroert? Tja, ik denk het is, voor mij is het, zijn het bepaalde werken van Bach, Johann Sebastian Bach. Er is een fantastische cantate, Ich habe genug, die zou ik dagelijks kunnen draaien. Maar ik luister ook naar heel veel jazz. Oh ja. En ik heb zelf vroeger rockmuziek gespeeld. Dus in mijn geval is het heel breed. Ja. En ik merk dat ik als ik nu over klassieke muziek praat, dat ik steeds vaker in concerten zit. En ik heb tranen in mijn ogen, omdat herinneringen bij mij opkomen. En dan is niet zozeer de vraag hoe goed is de muziek, nee. Maar het is veel meer de vraag van wat doet de muziek met jou? Verandert dat naarmate je ouder wordt ook, dat muziek meer raakt? Ik denk omdat er waarschijnlijk meer herinneringen zijn. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk toen ik 14 of 15 was en dan ik heb gewoon dat leuk gevonden wat iedereen leuk vond. Mm-hmm. En als ik nu terugkijk, dan denk ik, hoe wisten we eigenlijk wat we leuk vonden? Maar iedereen wist het op een gegeven moment. Je was er super veilig in om te zeggen, dit is een goede band en dit stelt helemaal niks voor in onze peergroep. En je deed gewoon mee en je maakte muzikale ervaringen op. En dan, ja, in mijn geval, muziek is de kunstvorm die mij van mij het dichtst bij komt. Dat ik gewoon allerlei muzieksoorten heb gemaakt, daarna heb geluisterd, voor ensembles heb gewerkt, orkesten. En dan ontdek je dingen die je gewoon fantastisch vindt. En waar je denkt van, ik wist niet dat het bestond. Maar de strenge landschapsarchitect, zoals u de krijtlijnen voor het orkest uitzet, is nog steeds wel te raken met de muziek. Absoluut, absoluut. Dat maakt u weten bij vlagen. Ja, 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 ja. Fantastisch eigenlijk. Ja.
Ja. Ik merk zelf het omgekeerde. Ik heb zelf als het omgekeerde dat eigenlijk dat ik heel goed geraakt kan worden door een muziekstuk of door een film. Maar dat ik bij toneel te veel tegen beroepsdeformatie aanloopt. Ja, nee, dat is herkenbaar. Dat heb ik ook. Ik noem dat professionele deformatie. Ja. Dus als je 3 keer, 4 keer per week in een concert zit, nou ja, dan is nog een half jaar hoor je het eigenlijk niet meer. En dan kun je nog op het technisch niveau beoordelen. Dan kun je nog iets over, vind ik dat het juiste tempo of niet. Maar het doet niks meer met jou. En dan vind ik persoonlijk dat je dan ook de essentie mist. Ja, want muziek is er niet voor om het te analyseren. Muziek is er niet voor om dat te beoordelen vanuit een muzikologisch aspect. Muziek is er voor om het als onderdeel van je leven te gebruiken en daar om dat als middel te gebruiken om te communiceren als je het zelf maakt. Als je in de zaal zit, als het met elkaar beleeft. En de kwaliteit van muziek is niet alleen hoe het gemaakt is, maar ook of het dat kan, of het dat bereikt. Het is eigenlijk best wel apart, hè, dat voor muzici, dat het is bijna mathematisch precies om het goed uit te voeren. Er zit bloed, zweet en tranen in de compositie, maar de werking op het publiek is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is, vindt het de weg naar het hart. Ja. Ja, zo is het. En het gekke is, dat heb ik ook lang onderschat. Muzici zijn ambachtelijke mensen die gewoon het instrument spelen en dat fantastisch vinden. En ze kunnen dan niet zonder hun fagot of wat dan ook hun instrument van keuze is. Dat heeft heel vaak echt een fysieke fascinatie dat je moet met dat ding bezig zijn. Anders leef je niet. Maar op het moment dat ze dan op een heel hoog kwaliteitsniveau de professionals op het podium zitten, dan is het voor hun wel van uitermate groot belang dat er iets gebeurt tijdens het concert. En als die beroemde vonk overspringt van het podium naar het publiek, dan voelen ze dat. Mm-hmm. En dan zeggen ze je ook achteraf, heb je het ook gevoeld? Dat was een moment waar ik vond hem zo bijzonder. En dat is dus dat waar het als luisteraar denk ik wat de essentie is van alle soorten muziek die er zijn. Waarom muziek zo belangrijk is voor de mens. Dat voelen ook muzici op het podium. Het gaat over de communicatie die niet in woorden te vatten is. Maar die gewoon iets is wat mensen met elkaar kunnen delen. En wat verbinding maakt, wat gemeenschap creëert. Dat is de kracht. Mooi. Ja.